Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier op Anders Games. En welkom bij een nieuwe serie hier op Anders Games genaamd Scribblenauts Unlimited. Ik ben Roy, aangenaam, hier Hansje, Shake en alles. Box, weet ik veel wat ik aan het doen ben. Jongens, welkom bij een nieuwe serie op Anders Games genaamd Scribblenauts Unlimited. Dit spel wilde ik al zo ontiegelijk lang doen. Dit spel heb ik al eens een keertje geprobeerd met op te nemen. Was toen mislukt. Dat is denk ik 1,5 jaar geleden. Maar dit spel is zo ontiegelijk leuk, jongens. Jullie gaan het allemaal zien. Als je het niet kent, er is een heel mooi filmpje waar alles wordt uitgelegd wat er aan de hand is in de wereld van Scribblenauts. Je gaat het allemaal meemaken. Zo, en zoals je nu ziet, kunnen we nu op start drukken. En dan gaan we beginnen. Jongens, hier komt een filmpje. Waar alles wordt in uitgelegd. Het verhaal begint met opa Edgar en oma Julie. Je gelooft het misschien niet, maar opa Edgar was vroeger 's werelds grootste avonturier. Daar was oma Julie het niet helemaal mee eens. Zij was namelijk net zo avontuurlijk. Vaak duwde Edgar lianen opzij of opende hij deuren die al eeuwig gesloten waren om daar Julie aan te treffen, genietend van haar lunch. Zo ging het avontuur na avontuur. Tijdens één avontuur versloeg Julie Edgar op weg naar de top van een verdwenen piramide. Maar de schat die ze daar vond was een verlovingsring. De twee gingen met pensioen om een gezin te stichten en gingen daarmee door tot ze 42 kinderen hadden. 42? Op een dag gaven papa en mama, Maxwell en mij, 2 geweldige cadeaus. Het eerste was een magische wereldbol waarmee je overal naartoe kon reizen. Het tweede was een heel bijzonder notitieblok. Je kon er een willekeurig woord in opschrijven, dan kwam het plotseling tot leven. Onze ouders waren bang dat we verwende nesten zouden worden, dus stuurden ze ons erop uit om iets over het leven te leren. Op weg naar de stad kwamen we een oude man tegen die zei dat hij honger had. Maxwell maakte iets om aan hem te geven, maar hij haalde een gemene streek uit. De appel was rot. De oude man spuugde het uit zodra hij een hap nam en werd heel erg boos. Hij sprak een of andere toverspreuk uit en noemde ons verwende nesten. En toen verdween hij. Het leek alsof er niets was gebeurd. Maar toen Maxwell verder liep over de weg, kon ik hem niet volgen. De oude man had een vloek over mij uitgesproken en me in steen veranderd. We wisten niet wat we moesten doen. Gelukkig waren we vlak bij de boerderij van onze broer Edwin. Je had moeten zien hoe boos Edwin was. Hij kon niet geloven wat we de oude man hadden aangedaan en zei dat we ons verdiende loon hadden gekregen. Gelukkig voor ons kende Edwin de Starrights. Starrights zijn magische voorwerpen die ontstaan uit het geluk van anderen. Als je genoeg dingen doet om anderen blij te maken, vind je Starrights. Hopelijk kan Maxwell, als hij de kracht van het notitieblok voor goede dingen gebruikt, genoeg Starrights verzamelen om de vloek op te heffen. Maxwell zei, dat is het! Ik ga erop uit om goede dingen te doen voor alle mensen die je kan vinden. Ik ga alle Starrights in de wereld verzamelen en je weer helemaal beter maken, Lily. Waarop Maxwell zijn notitieblok pakte en richting de deur liep. Yeah! Jongens, nou, dat is toch leuk? Wat een leuk verhaal. Ik vind dit zo leuk, hè. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind dit zo leuk, hè. Nou, we gaan het even laten zien. Ik heb het al eens eventjes een kwartiertje gespeeld. En het is ook in het Nederlands. Wat ontzettend fijn is voor heel veel van jullie. Kijk, in het Engels kan ik het ook wel. Maar, jongens, ik ga het nu even laten zien wat we allemaal precies moeten gaan doen in het spel. Je hebt net het verhaal gehoord, hoe het allemaal is gebeurd en wat we dus moeten doen. Wij zijn Maxwell en wij moeten, ik weet haar naam even niet meer, Juliette of zo, ik heb geen idee. Moeten we haar gaan helpen, want zij versteend, zeg maar. En we kunnen haar helpen door Starrights te vinden. Dat zijn van die soort sterretjes. En die kan je krijgen door goede dingen te doen in het leven. Zoals wat je net zag, je gaf dat eentje net eten en toen kreeg je een Starrite. En dat is allemaal goed voor, hoe heet die nou? Voor haar. Dat zij dan weer beter wordt. Dat zij minder versteend raakt of iets. Zo is het een beetje. Ik kan het zelf niet heel goed uitleggen. Ze hebben het net wel heel goed uitgelegd. Dus dat is heel goed. We lopen naar de boer en klik op Edwin. Nou, we hebben op Edwin gedrukt. De basis. Verdien een Starite door Edwin met zijn bekroonde varken te helpen. Oh jee, bekroonde varken. Oh jongens, wat gaan we meemaken? Wat moeten we doen? Doel. Verander de bemodderde big in een beeldschoon varken. Schrijf een voorwerp waarmee Maxwell het varken kan schoonpoetsen. Oké, nou gebruik het kladblok. Rechtsbovenin zie je het kladblok. En typ iets om het varken schoon te maken. En dit is juist het leuke. We kunnen zo creatief mogelijk zijn wat we willen. Maar nu ga ik het eventjes normaal laten zien. We nemen een borstel. Zo. En die houden we even vast. En dan gaan we eventjes schoonmaken. Zo. En opeens is het biggetje lekker schoon. Klik op het voorgangsbalk om de huidige hint te zien. Heb ik een hint nodig? Heb ik niet nodig hoor. Verwijderen. Zo. Hoppatee. En de borstel gooien we weer netjes weg. Zo, hoppatee. Het varken ziet er nu goed uit. Gebruik nu een bijvoeglijk naamwoord om het varken groter te maken. Een bijvoeglijk naamwoord is zeg maar... dat krijg ik ook bij het Nederlands. Dit is even een lesje. Ik ben Nederlands docent. Zo, hoppatee. De zwarte iPhone. Dan is zwarte een bijvoeglijk naamwoord. Dus dat wat ertussen zit is een bijvoeglijk naamwoord. Dus nu moeten we hem groter maken. Het grote biggetje. En nu is die opeens heel groot. Help het varken om de talentenjacht te winnen. Gebruik een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord om vleugels te maken. Die het varken kunnen dragen. Oké, komt hier jongens. Hints worden na afloop. Lalalala. Ik heb geen hints nodig joh. Ik heb grote vleugels nodig om te vliegen. Oké, nou we gaan kijken. Vleugels. Die hebben we nodig. Probeer enorme of grote vleugels te maken. Oh, we hebben enorme. Enorme vleugels nodig. Oké, nou kijk eens aan. De magische rugzak bergt voorwerpen op die je later kunt gebruiken. Gooi de vleugels in je rugzak en wacht op de jury. Oké, dan gaan we nu wachten op de jury. Blijkbaar is er nu een jury, weet ik veel. Die gaan kijken of het een mooi biggetje is. Oké, ik vind het helemaal mooi. Moeten we nu de tas pakken? Nu laten we eventjes zien dat wij een heel mooi varkentje hebben. Die vliegt! Nu hebben wij het mooiste beest van heel de wereld. Oh, nu krijgen we een mooie prijs. Bla 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 bla. Blablabla. Bla, 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 bla. Oh, en kijk dan naar hun. Een hamstertje en een klein biggetje. Nou, dan hebben wij denk ik de eerste prijs, jongens. Van de jury. Yay! Kijk eens aan. En hij krijgt de beker, Edwin. Oh, hij gooit hem met de beker. En we hebben een Starite verdiend, jongens. Omdat we een goede daad hebben gedaan. Oprapen. De basis is voltooid, jongens. En nu hebben we één Starite. Kijk eens aan. En dat is allemaal goed voor in het leven. Dus als we goede dingen doen, dan komt er allemaal... Ja, dan krijgen we Starrights en dan komt het helemaal goed met dat meisje. Verdien scherven door mensen te helpen. Met 10 scherven heb je een Starite. Gebruik de Starite visie om scherven te vinden. Starite visie. Dus als we hierop drukken, als we dit zo zeg maar zien, dan kunnen we zien van... Hier kan je een scherf van een Starite krijgen. Dus van zo'n... zo'n ster. Dan kan je hier krijgen. En bijvoorbeeld ook misschien hier. Maar dat nu niet. Maar hier wel. Help de kiem te groeien. Oké. Dus dit is een kiem. Dit plantje. Dus dan gaan we helpen. Wat kunnen we doen? Water. Nee, we kunnen een gieter. We kunnen een gieter pakken. En dan kunnen we hem water geven. Gebruiken. En dan misschien groeit hij wel. Kijk eens aan. Ho, 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 ho. Dat is niet goed. Dat beestje is niet goed. Ik weet niet of het een goede bedoeling was. Maar we kunnen hem stoppen. Gebruiken. Oh, de plant heeft de ander scherf weggejaagd. Reset het level om de oorspronkelijke status van het voorwerp te herstellen. Zonder je verdiende scherf te verliezen. Oh, oké, dus dat hoort erbij. Dat hoort nu omdat het zo gebeurt. Om eventjes in de... Ja, om even in het spel te komen. Oké, nou, dat hoeven we dus niet te doen. Het kladblok kan vele dingen creëren, maar... vulgariteiten, auteursrechtelijke materialen en eigennamen zijn niet toegestaan. Ah, wat jammer nou. Dat is een beetje jammer, jongens. Ze kunnen niet scheldingetjes zeggen, weet ik veel. Oké, wat is er met het meisje aan de hand? Mijn kat zit vast in de boom. Kun je haar voor mij redden? Natuurlijk kunnen we dat. We kunnen toch een ladder pakken? Een ladder. Nee, we maken er gewoon een enorme ladder van. Ik weet niet waarom. Zo! Die is groot! Wow! Oké, past dat? Klimmen. Nu gaan we vet hoog. Voor die kat. Oh, dit is niet goed, jongens. Oké, dit is niet goed. Dit is niet goed. Oké, deze moet even weg. We moeten maar, denk ik, een normale ladder pakken. Een ladder. Zo. En dan zetten we die netjes neer. En dan pakken we de kat op. Oprapen. Of nee, gaan we eerst maar klimmen. En dan pakken we de kat op. Of eerst even aaien. Dat is wel cute. En dan pakken we hem nu op en dan lopen we naar beneden. Zo. Kijk eens. Geven. Alsjeblieft. Poesje, kom naar huis. Nou, kijk eens aan. En nu hebben we zo'n deel van een Starride verdiend. En we hebben hetzelfde level voltooid. Kijk eens aan. Gefeliciteerd. Het leren van de basis was slechts de eerste stap om Lily te redden. Oh, ze heet Lily. Gebruik de bushalte om je reis naar de hoofdstad te beginnen. Spannend, jongens. Spannend. Je kunt spelen als Maxwell's broer Edwin. Oh, dat kunnen we ook doen. Selecteer Maxwell als een, en kies een avatar om te spelen als een, ontgrendelde broer. I don't know. Het zegt me helemaal niks wat dit betekent en zo. Uitleg. Nee, we hoeven geen uitleg te halen. En die Starite hebben we al gedaan. Dus we gaan nu naar de bushalte. En dan gaan we naar de hoofdstad, jongens. Gaan wij in de hoofdstad wat leuke dingetjes doen. Zodat wij wat Starrights kunnen verdienen. Ik vind het echt zo ontzettend leuk spel, jongens. Ik hoop dat jullie er ook heel veel zin in hebben. En het leuk vinden. En doe alvast een duimpje omhoog voor deze serie. Als je het nu al helemaal leuk vindt. Dan kan ik zien dat jij in ieder geval het hartstikke leuk vindt. Oké, nou kijk, hier hebben we een kevertje. Of is het? Een eenzame kakkerlak. Ah, dan gaan wij nog een kakkerlak neerzetten, hoor. Dan gaan ze trouwen. Kakkerlak. Kakkerlak. Kakkerklak. Ik kan niet typen. Kijk, nu zijn ze samen. Oh, nee. Oh, er zijn er heel veel opeens. Oh, nee, ze maken baby's. Oh, nee, dit is niet goed. Nee, nee, nee. Ik moest die kakkerlak niet zetten. Er zijn er zoveel kakkerlakken. Oké, dat is geen eenzame kakkerlak meer. Ze zitten allemaal achter me aan. Wat is dit? Ga dood. Brandblusser, of nee, een geweer. Kan dat? Zo. Tik 2 keer op je doel om te schieten om... Oké, aanvallen. Pok. Oh nee, nu zitten ze allemaal achter me aan, die kevers. Of die kakkerlakken, wat zijn er nou? I don't know, oké. Ik gooi even dit ding weer weg, hoor. Ik zit hier een beetje te schieten. Oh. Oké, we gooien weer het geweer weg. Maar wat het leuke is, je kan dus alles in de wereld gooien wat je wil met het klapblok. En dat is juist het leuke eraan. Oké. Kermisspellen. Speel klassieke kermisspellen om prijzen te winnen. Oké, nou wacht. We gaan eerst even verder kijken. We kunnen ook hierheen. We kunnen volgens mij ook hierheen. Oh, we kunnen ook hierheen. Het onderstreepje. Oké, we gaan naar het onderstreepje. Dan gaan we dadelijk dat kermisdingetje doen. Welkom bij het onderstreepje. Je bedoelt gewoon waar de metro komt? Ik denk het wel. Waarom zijn die mensen allemaal sad? Wat ben jij nou weer voor raar? Ik heb zo'n honger en het apparaat is leeg. Nou, dan maak ik toch een broodje frikandel. Broodje kroket. Bestaat dat? Nee. Ah, jammer. Nou, dan maken we, geven we hem een broodje. Een croissantje. Kijk eens. Alsjeblieft. We hebben eens een 1 Starrite gekregen. Hoppatee. Wat is met hem aan de hand? Als ik nou iets zou kunnen, dan zou ik wat geld kunnen verdienen. Oh, wacht. Bijvoeglijk naamwoord. Slimme. Misschien omdat hij heel slim is, kan hij misschien geld verdienen. Kijk eens aan. Oh, we zijn zo goed, jongens. We zijn zo goed in het spel. Nu al, hè. Ik kan deze plassen maar beter even opruimen. Nou, dan geef ik een voorwerp. Een bezem. Of nee, een dwel. Een dwel. Schrijf dat zo? Of nee, zo, hè. Zo. Een dwel. Kijk eens. Ik krijg een mooi dwel. Lekker dweilen. Kijk eens aan. Pas op, natte voeten. Oh jee. Wat is dit? Straatrock. Help de straatmuzikant zijn carrière als rockster te ontwikkelen. Maar dat kunnen we dadelijk nog doen. Wat heeft deze vrouw? Ik kan niet meer op mijn voeten staan. Stelen? Wat gaan we nou weer stelen? Nee. Ze kan niet meer op mijn voeten staan. Nou, dan geven we haar een kruipende vrouw. Kan dat? Nee, ik heb een krakende vrouw. Nu kraakt ze. Wat? Ik heb geen idee. We gaan naar een... hoe heet zo'n ding? Zo'n karretje. We geven er gewoon een auto. Oké, hier. Mevrouw, ga erin. Mevrouw, ga gewoon lekker die auto in. Ik geef die auto aan jou. Nou, dat niet, hoor. Dan gooi je hem gewoon weer weg. Oké, wat kunnen we nog meer doen? Oudste krakende oma. Zo heet ze nu. Oh jee. Kunnen we misschien een hint zien? Even kijken. We kunnen nog geen hint zien. Oké. We gaan wel eventjes verder lopen. Kijken of wat meer mensen zijn. Oh, kijk eens aan. Kantoorbeambte. Oh, die heeft niks aan de hand, maar zij wel. Ik zou graag iets van deze kraam willen kopen, maar ik heb geen geld. Nou, dan gaan we die man eens even geven. Stapel geld. Oh, stapel doet het niet. Soepel geld. Ik weet niet wat soepel geld is, maar there you go. Koop maar wat van de kraam. Zo. Kijk eens aan. Gewoon, als het echt in het echte leven kon, jongens. Gewoon even geld spannen. Mind blown. Oh my god. Boom. Dat is zo vet, hè? Oké, maar wat kunnen we met deze oma doen, jongens? Ik kan niet meer op mijn voeten staan. Heeft ze dan een kruk? Nog een kruk. Een kruk. Zo goed? Nee? Nee, niet goed. Verwijderen. Nou, leef hem dan maar even in. Hoe heet zoiets? Een rolstoel. Een rolstoel. Een rolstoel. Kijk eens, mevrouw. Ho. Oh, kijk nou wat er gebeurt. Wat de hel? Ze heeft aanbidders. Of ze heeft van die mensen die zo waaien. Wat de hel? Geweldig. Oké, jongens. Hey, in de volgende aflevering gaan wij deze dude even helpen met zijn straatrock ja, activiteit. En dat gaan we dan in de volgende aflevering doen van Scribblenauts Unlimited. Ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. En als je dit leuk vindt, begin hier eventjes het duimpje omhoog te doen. En een reactie hierachter te laten wat jij van dit spel vindt. En als je nog leuke tips hebt of Roy doet dit, Roy doet dat. Zeg dan maar ook eventjes hier in de comments. Jongens, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken voor deze video. En ik zie jullie hopelijk volgende keer weer bij een nieuwe aflevering hier op Alt Games met een nieuwe aflevering van Scribblenauts Unlimited. En als je nou een nieuwe video wil zien en wil altijd up-to-date zijn met onze video's, druk dan eventjes hier op de abonneerknopje hier beneden en dan ben je altijd up-to-date met onze nieuwste video's. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze video en bye bye.